Nieuw plan om het cellentekort terug te dringen. Gevangenissen gerund door particuliere bedrijven. De Tweede Kamer geeft minister Donner van Justitie het dwingende advies om te onderzoeken of dat kan. De Kamer heeft er schoon genoeg van dat criminelen moeten worden heengezonden omdat er geen plaats voor ze is in de gevangenis. Morgen vergadert de Kamer met de minister over het cellentekort. D66-Kamerlid Luzewies van der Laan roept minister Donner morgen op om het cellentekort op onorthodoxe manier te bestrijden. Je moet natuurlijk zorgen dat je een structurele oplossing vindt. En dat betekent dat er op hele korte termijn heel snel meer cellen bij moeten komen. Nou, het is duidelijk dat de overheid dat niet aan kan. Dus gebruik dan de privécapaciteit die er is binnen de grenzen van de wet, binnen de normen die gesteld zijn. En op die manier kun je heel snel zorgen dat mensen die in de gevangenis horen niet meer op straat rondlopen. Meer cellen is een pure noodzaak. De rechters sluiten steeds meer criminelen op en zetten ze ook steeds langer in de cel. Zaten er in 1987 nog 33 gevangenen op 100.000 inwoners in de cel. Inmiddels zijn dat er 93 per 100.000 Nederlanders. En ook al bouwt de overheid jaarlijks 1000 nieuwe cellen, toch hebben we in 2007 een tekort van 1700 cellen. Het is gewoon schandalig om te zien hoeveel mensen of überhaupt geen gevangenisstraf krijgen of na een hele korte tijd weer op straat staan, waardoor winkeliers, mensen die overvallen zijn, binnen 2 of 3 weken weer geconfronteerd worden met de mensen die hun overvallen hebben. Nou, dat kan gewoon niet.